Dan kijk ik zo niet op thee. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hi! En zoals jullie kunnen zien zitten we alweer gelijk in een nieuw een soort park. Electric Fields heet deze, of? Ja toch? Ja. Ja. Nou, Electric Fields. Money Magnets Incorporated. Oh, ik kan net die zenuw typen. Oké, even zien. Electric Fields. Je hebt een kleine boerderij geërfd en het is je uitdaging een klein themapark tussen de velden en de boerderijen te bouwen. Doelstelling is om tenminste 700 bezoekers in je park te hebben met aan het eind van oktober jaar 2 met een parkwaardering van tenminste 600. Zo, komt er ook lekker goed uit. En zo te zien hebben we tenminste alvast een attractie of twee. Zelfs al gelijk. Twee? Ja. De rowing boot en die schommelschip die je net wel... Die werkt nu net aan het bouwen. Ja, en ik ga de twist wel even ergens neerplempen. Hoe lang zou dat moeten? Zoiets... Maar ik bouw wel een beetje dicht op elkaar. Zo klas hebben we niet. Nee, dat klopt, maar oké. Een parapluiewinkel. Informatiekiosk om het begin. Dus dat is daar. Hoeveel heb je het schommelschip op prijs gezet? 1 of 2 euro, oké. 20 euro voor parapluie. Zoals gewoonlijk. Intree van het park is trouwens gratis. Ja, nee, dat zag ik al. Oké, ik wil meteen even wat een voedselkraampje ergens neerplempen. Doe dat. Meteen eventjes. 1,50 van hotdog is niet zo heel duur. En iets te drinken. Ik zet gelijk even de research op winkels en kraampjes, 1,50. Want ik zie dat we niet een betaalautomaat hebben. En zet hem nog even niet op het allerhoogst. Nee. Nee, zet hem niet op winkel en kraampjes. Nou, niet alleen dat. Maar dat gaat niet goed. We hebben eerst spannende attracties nodig. Oh ja, kan ook. Want die leveren veel meer op. Maar kijk maar, dit is oneens spannend wat we nu kunnen bouwen. Dat is niks. Nee, eigenlijk niet. Een paar potten erbij. Kosten ook wat geld. 50 cent. Oké, money incoming. Ja, het begint heel gelijk te regenen. Nou gaat het los met de monies. Poef. Zullen we gelijk even de lening een beetje afbetalen? Oh, we hebben al maar 5000. Oh. Ik heb al 5000 afbetaald. Damn. Maar we moeten zo snel mogelijk attracties erbij gaan bouwen. Maar het lijkt me eerst verstandig om de lening even een beetje af te betalen. Nee, jij niet. Maar dat duurt alleen maar langer. Maar we moeten gewoon zo snel mogelijk geld verdienen. Dat is het enige wat we moeten doen. Want als je de lening afbetaalt, ben je elke keer 1000 euro kwijt. Oké. En je hoeft het niet af te betalen. Nee, maar ja, dan krijg je wel minder kosten. Dat is wel zo. Ja, maar die kosten moet je afwegen, Mark. Hoeveel gaat het ons opleveren nu, in verhouding tot zometeen? Vind ik veel. Want nu maakt het misschien wat verlies. Maar als we er een nieuwe attractie bij kunnen bouwen, maakt het juist winst. En dat is het belangrijkste. Zullen we even campagne starten? Ja, doe maar. Zodat we in ieder geval meer bezoekers hebben. Nou, in ieder geval 700 euro uitgegeven. Spannende attractie komt eraan. Oh, really? Nee. Precies over een maandje. Mark, zou je een paar prullenbakken neer kunnen zetten? Lijkt me een verstandig idee. Laat ik dat dan gelijk even doen. Prullenbakken. Vulsbak. Ik ga het park een beetje dicht timmeren, zodat mensen niet overal kunnen komen eigenlijk. Dat is goed. Dat scheelt dat ik je onderhoud. Zet ik gelijk ook nog wel ergens even een aantal bankjes neer.
Ook een beetje op de rivieren zelf. Kijk eens aan. Wat voor attractie gaan we nou daar krijgen? 17 april. Dus over een hele maand. Maken we nu winst? Nee, we maken nog steeds verlies. Je zei dat je ons park even dicht ging timmeren. Behalve één kant heb je gewoon vergeten om te doen. Oké dan. Oh, nee. Die. Maar die valt ook bijna niet eens op. Ik kan dit hier niet plaatsen, nee, geen wonder. Even nog wat zons pakken. Maar dan komen mensen geen ballon. Zullen we ook maar even gelijk alvast wat schoonmaakjes en zo aannemen? Ben je er al mee is het nu nog nodig? Is het nu nog niet nodig? We moeten eerst wat geld hebben, Mark. We hadden pas echt hard kunnen gaan. We beginnen al 123 bezoekers. Dus de mensen zullen vanzelf naar onze attracties gaan. Dan krijgen we meer geld. Dan kunnen we schoonmakers en monteurs doen. Oké, ik volg jou. Gebeuren. Dat is de volgorde, maar anders kan het niet, Mark. Dat gaat dat ieder rode cijfer zoals de vorige episode. De vorige park. Ja, aan het einde van jaar 4 zaten we opeens lekker hoog. Toen wisten we gewoon niet meer wat we met het geld moesten doen. Nee. Ja, doneren aan Dago bij Duk. Ja, die heeft er ook niks mee, dus. Kijk, ik wil de mensen een beetje op één plek hebben. Waar meer mensen op één plek zijn, kunnen mensen meer kopen. En mensen die meer kopen, is meer geld dit laadje voor ons. Zoiets. Mark? Ja? Dat was echt zinloos van het geld. Nou ja. Waar ik dat geld beter kunnen besparen, want het was nog niet echt nodig. Ja, voordat de mensen weer gaan zeggen dat ze al eeuwen in de rij staan voor... Ja, maar in dit... Nu is het nog niet nodig, Mark. We moeten alleen dingen doen die nu echt nodig zijn. Dat is geld verdienen. En in een wachtrij verdienen we geen geld. Was bij zo'n feest. Ja. Attractiepark doet dat trouwens wel, hè? In een wachtrijen zetten ze drank- en snoepautomaten neer. Of net vlak ervoor. En over welk park heb je dat dan? Want attractieparken waar ik ben geweest is dat niet echt zo. Een andere Walibi heeft dat gedaan. Heeft dat gedaan, dus dat hebben ze niet meer. In Disneyland gebeurt het. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar ik zeg niet dat het in Nederland gebeurt. Ja. In Movie Park Germany gebeurt het. Het hoeft niet alleen automaat te zijn, maar het kan ook gewoon een kraampje zijn. En bij wachtrijen, waar je soms heel lang in de wachtrij staat, een kraampje neer. Voor drinken en eten. Omdat je best wel lang in de wachtrij staat, of heel lang hebt gewacht, zijn mensen vaak best wel hongerig en kopen ze iets. Ja, dat kan. We maken winst deze maand, 55 cent. 70. Maar nee. 55 euro moest dat net zijn. Als je er bijna 100 euro winst. Even zien. Nog ongeveer 10 dagjes. Dan krijgen we een looping skip. En dan kunnen we het geld gaan maken. Ik ben geen Dr. Evil. Ik ben Dr. Mark. Nou, ik weet niet dat dat of ik denk niet dat dat een goed idee is. Ik als dokter. Ah, you never know. Nee. Misschien ben je wel een liefdesdokter. Ik? Nee. Ik zeg maar wat randoms. Ja. Ik zit toch gewoon met mijn hand op mijn gezicht zo van nee. Was iets te random? Iets? Beetje te veel. Mooi zo. Een beetje te veel van het goede. Ik mag schoolskip 52. Muziek, dat is nuttig. Ja. Ja, trekt mensen namelijk.
Nou, dan zitten we gewoon op iedere op iedere attractie gewoon een random muziek. Oh, dat gaat echt gewoon helemaal fout. Maar we hebben nog steeds winst. Ik heb op de twist 1 Mars-stijl, op de schommelschip heb ik piratenstijl en op die rowing boats heb ik die waterstijl, ja. Als je die drie bij elkaar hoort, dan denk ik in ieder geval wat voor vervloekte magische gebeurtenis. Oh, bij mij klinkt het toch echt wel lekker. Ja, bij jou, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Het is een soort van terror, maar alleen van verschillende muziekstijlen. Ja, nee, dan weet ik dat. Heb ik er wat aan? Waarschijnlijk niet. Doe ermee wat je wil. Mensen kopen echt geen ballon. Rit. Nou, die parkwaardering is nog behoorlijk laag. Nieuwe attractie, kopen, bouwen, snel. Ikke, oké. Okay. Nee, ikke. Ikke, en de rest kan. Fluiten. Niet helemaal bepaald wat ik wou, maar oké. Okay. Ik had verkeerd gezegd. Ja. Mooi zo. Hoe komt dat mannetje daar? Dat vroeg ik me ook al. Wat jij gaat doen is heel mooi. Terug! No entrance. No entrance. Wauw. Entrance. Oké, okay, dat is een soort dress met een ingang. Ja, en de loopingschip die krijgt de tertelstijl. God. Oh nee. Echt. Aan het einde van dit park heb je gewoon lawaai. Dan hoor je de draaimolen muziek, dan hoor je Marstel, dit gebeuren. Nee, dat gaat gewoon helemaal fout. 3,5 euro voor een ritje hierin. Dat betalen ze toch wel. Ja, daarom. Alles wat ze betalen is nog mooi meegenomen. Ja. Hoe meer munnies, hoe beter de munnies zijn. Ja, dat. Goedemorgen. Lekker geslaapt. Ja. Ik ga het schommelschip even op 7 keer heen en weer zetten. Gaat hij wat sneller. Nee. Dat is iets heel anders. Parkwaarde, 20.000 euro. Volgens mij alleen... Alleen het land wat het waard is. At the moment. Oké, okay, nu 21.441. Ja, duidelijk. Maar het bezoekersaantal hebben we al bijna gehaald. Wat we moeten halen. Fijn. Nou, iedereen wil in de loopingschip en niemand meer in de schommelschip, zo te zien. Ik moet even 4 euro zetten. Dat is triest. Ja, 4 euro betalen ze ook. Ja, dat noem ik money, money. It's so funny. Echt. In a rich man's world. Echt waar. Ik... Heel simpel gezegd, iedere keer als we Rollercoaster Tycoon 2 spelen, dan komt er waarschijnlijk iedere aflevering met die... Money money gebeuren komt er altijd in voor. Poen, 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 poen. Ja, zoiets. Wat je allemaal niet met poen kan doen. En dan betaal ik 4 euro. Ga ik 4,50 ervan maken? Ja, doe maar. Als ze dat betalen, hè, dan zijn ze gewoon gek. En als ze 5 euro betalen, dan zijn ze helemaal gekoekoek.
What the fuck? Op naar 5 euro's. Water betalen ze ook nog! We zijn op een stelletje achterlijke gehaktballen. De meeste mensen die zullen niet veel betalen hiervoor, maar het wel. Als ik een prijs kijk zie van 5 euro. Dat is eens wat ik doe, is een rondje draaien van 180 graden. Adieu, mon ami. Dat heb ik er echt niet voor over. Nee, ik ook niet. 3 juni krijgen we weer een spannende attractie in. Die ga ik wel neerplempen. Ligt eraan wat het is natuurlijk. Maar het bouwt een beetje close. Ik kan nog een looping skip erbij bouwen. Nee. Ik geef wel double money. Ik bouw er nog zo eentje bij. Nou, dat is misschien niet heel erg handig. Het zou komisch zijn geweest als je gewoon precies op de andere looping skip bouwde. Looping skip op looping skip. Nee, dat kan niet. Even zo. Mooi, het begint met het regenen. Nou, bij mij bewolkt het bewolkt, maar oké. Ik vind net dat ik deze al dekolonisatie gehad. Ja, toevallig wel. Ja, dat is echt voldoende. Nou, laat ik niet op 25 euro zetten, dat is een beetje erg overkill. 25 euro. What the fuck. Zullen mensen er ook 55 voor gaan betalen? You will never know. Ja, er is eentje zo gek om nog 55 euro te gaan betalen. Ik heb hem niet eens ingesteld. Oh. Nou, het regent nu bij mij dus. Dat kan ook weer goed geld opleveren. Doe het ook. Nou, kijk eens in onze financiën. Hoe maken we zoveel verlies? Heb jij verlies? Ja. Ik zou 167 in de plus. In mijn 320 euro in de min. Ik weet niet. Is er nu 257 zelfs? What the fuck? Bijna 200 in de plus. Wij ze betalen 55 te Oh, nu gaat het bij mij ook eindelijk regenen. Mensen betalen het gewoon. 5,50 euro. Oeh. Weet ik niet. Oeh, een wagen voor gelanceerde vrijval. Oké, die ga ik maken. En die noemen we opstoppen versie 2.0. Dat kan. Andere rest is ook gewoon bijna vol. Nou, bij mij nog niet. Oh, dat heeft ermee te maken dat het bij mij regent. Oh ja, de mensen komen weer in. Zo te zien kopen mensen ook ballonnen weer. Mooi. Dat bij mij dus niet. Ja, ik heb er een aantal die dan ballon hebben. Even zien. Een wagen voor... Oh, die gelanceerde vrije val. Ja, ontstoppen versie 2.0. Is dat die duimstok? Nee, dat is die andere volgens mij. Ik breng verwarring! Woe! Ja, precies.
Dus je krijgt onze winst. Wij begonnen echt met 0. En nu zijn we nog maar min, zeg maar, ruim 2600 in het verlies. Kip. Ja, het gaat positief, want we stonden eerst 10. We met 10.000 leningen begonnen. Hey, elke cent is er één. Dat klopt. Ook al kun je tegenwoordig niet veel met centen. Maar oké. Okay. Ik nog wel. Ja, als je bijvoorbeeld naar Duitsland toe gaat, dan is het nog wel een kans van ja. Wekelijks. En bij de Aldi is het ook nog heel lang 1 en 2 cent. Ja, dat doen ze daar ook nog wel eens. Tegenwoordig nog steeds, of niet? Niet dat ik weet. Nou, maar dat snap ik ook niet. Winkels doen het echt zo moeilijk om die 1 en 2 cent om dat in te lezen. Dat gewoon een wettig betaalmiddel is. Precies. En nu is het zo van, oh, we ronden het allemaal af. Eigenlijk is gewoon een soort vorm van oplichting. Precies. Of je moet er te veel voor te betalen, of te weinig. Want ik probeer dus bijvoorbeeld tank altijd op een 7 uit te kopen, of op een 6. Want naar beneden afgerond, als je contant betaalt. Oh, gewoon specifiek op die paar cent. Dat je niet zo gierig ben, maar dat ik zo slim ben. Maar niet in te trappen. Nou, 3 juni, kom maar op met de gefinancierde vrije val. Maar voor een winkel maakt het dus maar 2 euro uit. Gefinancierde vrije val, bouwen die shit. Laat ze! We kunnen er rustig 7,5 euro voor vragen, zo vorige keer ook. En als je maar hoog genoeg maakt. Van ingang en uitgang, mooi. Bij de ingang, hè? Ping, 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 ping. Hoe hoog had ik hem laatst? Een 45 meter? 46 of zo. Ja, 45 is wel goed hoog. Ga ik hem eerst even natuurlijk testen. Dus eigenlijk de prijs was hoger. Ja, 6 euro of zo. Ook niet 2006. Het hoog kan niet eigenlijk gaan, de prijs. Tot 20 euro maximaal. Oké, dan kan wel wat hoger. Of wat sneller. We zien. 96 km per uur. Hoe hoog kan die dan komen? 101? Ja, dat is het hoogste wat ik kan. Maar blijven we testen dan, want voor de testresultaat namelijk. Ja, ik laat het nog wel even doorgaan. Ik ga gewoon alvast met de paarden beginnen. Oeps. Just do it! Nog niet beschikbaar. OMG. Rit duurt 10 seconden voor 6 euro. Maar ik zou wel kijken op de website je kan vinden om van die prijs te kunnen berekenen. Kun je doen. Nou, ik zet hem open. Hot. En we noemen natuurlijk een andere naam. Ontstoppen versie 2.0. Nee. 2.0. Zo. Ik kan wel goed zetten. Je hebt de ontstoppen op 20 euro gezet, hè? Dat weet je. Ido. Nee hoor. Net wel. Ze zijn niet zo achterlijk om dat 20 euro voor te gaan betalen. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like, comment, en zie ik volgende keer weer. Later.